Tijdens de Offshore Energy Beurs werden een aantal van onze NL Business Hubs uitgelicht, waaronder die van Warschau, de Netherlands Polish Chamber of Commerce. Jeroen Haver vroeg Elro van den Burg over de Poolse energiemarkt en de kansen op het gebied van offshore energie. Hoe ziet de energiemarkt er op dit moment in Polen uit? Het bekende verhaal is natuurlijk, het is een enorm coal-driven market. Hè. Als ik kijk naar mijn eigen situatie bij mij thuis, ik rijd op de fiets het huis uit, dus winter komt eraan en men stookt al alles bijna blauw. Er is enorm veel vervuiling in de lucht, dus dat merk je onmiddellijk. 80% van de energievoorziening komt uit kool in Polen. En maar heel mondjesmaat is men die markt aan het veranderen. Wij zijn zelf met een team van de NOS in november vorig jaar naar de mijnen geweest in Katowice. Daar hebben we gezien hoe groot die industrie is en hoe enorm men zich ook richt als het gaat om vernieuwingen, op vernieuwingen van die kolenindustrie. Dus hoe kunnen we op een andere manier uit die kolen energie halen zodat het milieuvriendelijker is. Dus niet van we gaan van die kolen afstappen, maar we blijven dat gebruiken. Dus dat is nog steeds heel sterk in Polen en er komt maar mondjesmaat verandering in. 11% renewables op dit moment, 4% gas, 4,6% gas en 4% andere energievormen. Waar je ziet dat Polen in de Baltic Pipeline ontvangt het zijn gas. En de terminal die gebouwd is in Szczecin, in het noordwesten van Polen, waar ook gas binnenkomt. En dat is met name gedaan vanwege de energiezekerheid en om minder afhankelijk te worden van Rusland. Polen moet uiteindelijk gewoon in die richting, omdat de Europese Unie daar besluiten over heeft genomen. En Polen in die richting moet gaan en het straks gewoon echt geld gaat kosten als ze die verandering niet maken. Nou, de targets zijn als volgt. 15,5% renewable energy in 2020 en Europees wijd 32% in 2030, waar Polen natuurlijk ook zijn steentje aan moet bijdragen. Doet er dat niet, dan zullen ze steeds meer moeten gaan betalen voor emission rights, die steeds duurder worden. Je ziet daar een staatje hoe hard die kosten omhoog gaan van emissierechten en dat wil Polen natuurlijk zien te voorkomen. Nou, waar staan we nu op dit moment met de ontwikkelingen? Waar zet Polen op in? Die zetten dus op die clean coal technology in, zoals al eerder besproken. Grotere gasimporten uit de Baltic Pipeline en LNG-imports. Gas-fired power plants. Hè, dus dat is vergelijking tot wat wij aan veranderingen in Nederland doen, is het nog niet zo ver gevorderd. Ik zie op lokaal gebied, dat merk ik ook zelf in de eigen gemeente waar ik woon, dat men veel doet aan het beschikbaar stellen van subsidies om je huizen te veranderen. Maar ja, daar moeten mensen ook zelf eigen investeringen doen. Dus dat is ook een lange weg. Nucleaire energie is ook een optie in Polen. E-mobility wordt gezien als een optie. En dan onshore en offshore windenergie. En onshore is al ongoing. Ja. Offshore moet nog van de grond komen. Ja, dan moeten we even naar de volgende slide gaan. Daar zie je wat de plannen zijn in Polen voor offshore. 4,6 gigawatt in 2030. 10,3 gigawatt in 2040. Dus er zijn duidelijk plannen, er zijn licenties afgegeven, maar de wetgeving daarvoor houdt het op dit moment nog tegen voor private partners om partijen om daarin te stappen. Op dit moment actief in Polen Pol Energy Equinor. Die willen graag van start gaan, maar eigenlijk wil de Poolse overheid dat PGE en Orlen, de Poolse staatsbedrijven, dat die als eerste aan de start gaan met het bouwen. Dat is een prestige item. En dat houdt ook de private marktpartijen tegen. Nou ja, hier zie je ook de permits die nodig zijn. Mm-hmm. En waar dan ook de problemen in de wetgeving zitten, voordat de partijen aan de slag kunnen. Ja. In Polen liggen meer kansen. Jeroen Haver vroeg Ben van der Vrie naar de macro-economische situatie van Polen en bespreekt verder een aantal aspecten van zaken doen in het land. Ik denk dat het macro-economisch in Polen heel goed gaat. Als je kijkt naar de afgelopen jaren is er altijd een hele stabiele en hoge groei geweest. Tijdens de crisis 2008-2009 is er ook geen krimp geweest. Dus dat is een hele mooie prestatie. En kijk je wat meer naar de indicatoren, zoals ik hier op een rijtje heb gezet. GDP growth, inflatie, het budget, dus het overheidstekort.
en de totale schuld van de overheid ten opzichte van het GDP en ook de werkloosheid, unemployment, eigenlijk doen ze het allemaal heel erg goed. In de jaren 2004-2008 was er een werkloosheid van tussen de 12-13%. En moet je nu eens kijken, 6,2, 4,9 en nu naar 3,4. Het heeft zich echt heel goed gedragen. Het is een mooi resultaat. Ja, dan is het toch goed om even naar het World Economic Forum rapport te kijken, wat elk jaar uitkomt. Toevallig vandaag ook weer uitgekomen. En daarin kan je zien hoe landen zich verhouden ten opzichte van elkaar. En er zijn een aantal elementen die daar van belang zijn. Hoe groot is het land? Hoe is de economie? Hoe is de opleiding? Hoe zijn de instituties geregeld? Zijn er hoge tariefgrenzen? Hoe makkelijk kun je een business openen? En daar zie je ook dat Polen het goed doet. Als je hier kijkt, 2017, 2018, dan zie je het landen van Centraal-Oost-Europa op een rijtje. Czech Republic, Tsjechië, staat bovenaan en Polen staat op een keurige tweede plaats. 37e plaats wereldwijd. En dat is ook, kijk naar andere landen, is dat een prima prestatie. Als je dan wat dieper inzoomt, dat heb ik hier rechts gedaan, en gekeken wat zijn nou de sterke punten en wat zijn nou punten die nog verbeterd kunnen worden in Polen, dan kom je tot de volgende dingen. Nou, ik heb al even gezegd, hè, macro-economische stabiliteit en de key, zeg maar performance indicators daarvoor, doen het gewoon hartstikke goed. Er is een open trade mogelijkheid, hè, lage tarieven en ook het insolventie, dus als er iets misgaat, het insolventie framework in Polen is goed. Mensen zijn goed opgeleid en de kwaliteit van onderzoek staat ook op een hoge pijl. Er is een prima railroad network en ook het hele elektriciteitsnetwerk is goed in orde. En, belangrijk, het is echt een veilig land. Lage corruptie, zeker als je het vergelijkt met andere landen. Toch is dat niet alles. Ja. Er zijn ook altijd punten die beter kunnen. En als je dat ziet, is een goed, zeg maar, legal framework. Hè? Er is een goed rechtssysteem. Echter, het kan wel even duren voordat je het ook gaat krijgen. Omdat bureaucratie, rechtbanken werken soms traag. En er is natuurlijk een zorg hoe onafhankelijk is het, blijft het allemaal, gezien de laatste, zeg maar, politieke staatsachtige benoemingen. Ja. Daar zijn best wel wat vragen over. Ja. Verder is het toch een, zeg maar, een continue druk, regeldruk, maar dat zie je in alle landen, maar dat zie je ook in Polen, van de overheid. En er is ook wel een vraag, hoe toekomstgericht is de overheid nou eigenlijk echt? En kunnen ze over de grens heen kijken en kunnen ze ook zaken voor 10 jaar echt goed in gang zetten? Of speelt toch de politieke agenda en het stemmen winnen op de korte termijn? En die? Labor mobility? Labor mobility, belangrijk. Het aannemen en ook het ontslaan van mensen kost in Polen gewoon tijd en geld. Er zijn sterke vakbonden, er zijn sterke reguleringen en daar moet je aan houden. En dat zou kunnen verbeteren als je dat wat meer liberaliseert. Deze video demonstreert de grote hoeveelheid Nederlandse kennis die al aanwezig is in de vorm van de MPCC. Overweeg jij ook zaken te gaan doen in Polen? NL in Business brengt je graag in contact.